uitgebreid hebben over de combinatie tussen jazz en pop. Maar nu eerst, Coco Jones! Coco! Ja, hallo. Hoe is het? Nou, goed. Het gaat heel lekker met de plaat en met de band. En we zijn lekker veel aan het spelen en vandaag staan we hier. Ja, nou, hoe is het toch wat gezellig? Ja, leuk hè? No Man's Land, jullie al heel even naar binnen kijken. Ja. Ze Coco naakt. Zo is beter, hè? Wat fijn dat je hem zelf ook... Vanwaar naakt... Als je naar de voorkant kijkt, de voorkant van hier. Ja. Wij zijn een fotoshoot gaan doen. We hadden geen, stylisten bij ons. We hebben gewoon make-up. En mijn sjaal, die ik altijd draag. Daar kan ik in wonen, slapen en ik kan kussen. Precies, gewoon een hele sjaal. Ja, en daar was ik al naakt onder, want we wilden geen BH-bandje zien. En het was mooi weer en in één keer er ontstond iets, ik ging in het water liggen. En nou, we hebben gewoon foto's gemaakt en we kwamen terug. En dan gooit hij foto's op zijn computer. We zien de voorkant en meteen met steen, bam, dit is de voorkant. En toen stuurde hij mij later die en ik vond hem zo verschrikkelijk mooi. En toen zei ik van ja, het klopt wel bij mijn muziek, het is kwetsbaar. We geven ons bloot, ik geef me bloot en doe het maar. Mag wel, kwetsbaarheid. Ja, wij vonden het ook niet erg, we gaan ook niet voorliggen, dat is prima. We verwerken het op onze manier, we geven het de plek in de cd-kast vooral. Nee, ontzettend goed. Ik kan niet wachten om jullie live te gaan beluisteren. De Golden Cage ging spelen. Coco Jones! Ken. Gaan we ondertussen even kijken in de Mega Top 50. In het tweede deel, de nummers 30 tot en met 21. Op 26, Suit and Tie van Justin Timberlake en Jay-Z. Vorige week gaf Justin tijdens de Grammys aan op tournee te willen gaan deze zomer. Maar niet alleen. Wie er met hem meegaat, houdt ook even geheim. Wordt Jay-Z misschien?